feestvrienden. Hier is het eigenlijk al een beetje begonnen. De gekte voor muziek en voor radio. Ik ben vandaag de gast bij Lokaal Totaal. Dus de man van de techniek. Nou, daar zitten we dan met z'n allen. Hoe lang hebben we nog? Want, 16 minuten en 37 16, seconden. En hoe lang gaat daar vanaf? Maar 2 minuten? Nee, ik bedoel wat er op YouTube staat. Wat zeg je? 3 minuten. Hoe lang duurt de single? 3 minuten? Ik dacht dat we zijn al in de uitzending. Ja, we zijn al in de uitzending. Hallo, hallo, goedenavond. Welkom Maarten. Aangeschoven, ja. Feest DJ Maarten, ja. Oftewel Maarten Schelvis. Je hebt helemaal nog geen koptelefoon op. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Ik kan je zo ook horen. Kijk eens, dat is fantastisch. Goed hè? Ja. Welkom, leuk. Simone, jij hebt contact met hem opgenomen, want je doet ook een redactie voor dit programma. Ja, dat klopt. Hoe kwam je bij hem terecht? Via Raymond Bosch. Via Raymond. Ons allemaal bekend. Programmamaker. En hij presenteert op de ochtendmix. En ook bevriend met Maarten. Ja, dat klopt, ja. Ja. Raymond is tegenwoordig een soort buurman. Ja, onderhoekbuurman. Ja, joh. Ik ben in Beverwijk. Ik ben altijd in Beverwijk geboren. Ben geboren, ja. En gewoond. En ik ben even een tijdje weg geweest. Daar ben even in Oud-Geest gewoond en in Oud-Kaspel. En nu sinds een jaar weer terug. En ik was daar aan het... Nou ja, mijn spullen weer naar binnen aan doen. Ik heb tegenwoordig thuis ook een studiootje, dus ik was mijn apparatuur aan het sjouwen. Wat leuk. En Raymond op zijn fietsje. Ik zeg, oh ja, je woont ook in de overkant. Dus we zijn zo'n buren. Jullie zijn zo'n buren geworden. Ja. Nou, wat kunnen we toe zwaaien. Ja. En heel lang geleden, Maarten. Even, ja. Heel even. Klopt het trouwens dat deze koptelefoon stuk is? Ja, dat kan. Doe maar zonder. Doe het zonder. En anders doen we voor de lol om. Nee, maar even terug in het verleden. Toen jij op de middelbare school zat. Ja. Toen kwam je al bij ons, bij Radio Beverwijk. Dat was nog in de muziekschool, toch volgens mij? Ja, in de muziekschool was dat, ja. Ja, en toen ik woonde, toen op de Zeestraat. En dat is grens natuurlijk aan het Westerhoutpark. Ja. Dus, en ik zat daar toen op keyboardles in de muziekschool ook. Dus ik vond het helemaal tof, weet je wel, muziek maken. En, dus ik ging daar, na muziekles, ging ik daar weg. En toen zag ik volgens mij, de man leeft niet meer, maar dat was Jan Zomerdijk. Ja. Die zag ik toen, volgens mij samen met Ab Jenema, die tafel. En volgens mij, als ik even ga staan, is dat nog steeds diezelfde ELA-tafel. Ja. Deze. Ja. En, nostalgisch. Die stond, ja, maar echt serieus. Ja, maar wij zorgen heel goed voor onze apparatuur. Hè? Ja, het zal wel eens een knopje stuk gegaan zijn. Maar. Ja. En die zag ik toen, en ik vond het ook helemaal interessant. Ik dacht, wat gaat er gebeuren? En nou zegt de Ab, we gaan een radiostation beginnen hierboven. Ik zeg, ik wil even kijken. Dus, ik mocht een keer langskomen en kijken. Dat is nooit meer weggegaan? Nooit meer weggegaan. Nee, de liefde voor radio en muziek. Heb je s'morgens heel vroeg, ik heb dat later ook gedaan. Dat was heel vroeg, tussen 7 en 8. Jij ook tussen 7 en 8? Ja, ook tussen 7 en 8. De douwtrappers? Nee, de douwtrappers, ja, klopt. Dat voor mij heette Wakey Wakey. Oké. Om dat tijdstip maakt het programma naam niet heel veel uit. MC, dat was Breaky Breaky. Oh, dat was Breaky Breaky. Ja, dat was Breaky Breaky. Klinkt hetzelfde. En wat voor soort programma was de Douwtrappers? Ja, dat was echt een ochtendshow. Dus als mensen wakker werden, dan om 7 uur ging die wekker aan. En dan probeerde ik te zorgen dat de mensen gezellig wakker werden. Dus ik had altijd eindjes erin. Ik had een weerbericht dat ik er toen had in. Dat mensen ook wisten wat ze aan moesten trekken de hele dag. En dat was nog in de periode, in de tijd voor de apps en zo, hè? Ja. En het leuke was... Daarna ging je naar school toe. En daarna ging ik naar school toe. Ja, ik zeg net al buiten de uitzending. Hadden we het er een beetje over hoe het toen allemaal begonnen was. En ik zeg tegen Frank, ik ben ook wel eens te laat gekomen op school. Wat was echt, was tot 7. Ik moest 7:30 beginnen. Van 7 tot 8 hadden we een programma. En ik kon het nou al opbiechten. Na mij zat Dick de Graaf. Maar die had het van tevoren opgenomen. Dus ik moest het nieuws instarten. En dan daarnaast, nu gaat het allemaal automatisch. Moest ik dat instarten. En dus dan was je echt, dus was je 7:55. En ik kwam nog reclame en dingen. Nou, hup, dat ding instarten. En dan op mijn fietsje. En hup, die trap af in de muziekschool. Want we zaten helemaal boven op zolder. Ja, naar beneden met fietsen. En dan heel hard fietsen in de school. En soms was je precies 8:30. En soms was je even te laat. En dan was die leerkracht altijd... je bent veel te laat. Maar ik had zoiets. Wat die leerkracht de hele dag gaat vertellen. Dat ik wil mijn geld verdienen met muziek. En hij vertelt een hoop, maar niks over muziek. Dus die paar minuten vind ik dan niet erg dat ik te laat ben. Dus. Op een gegeven moment, we slaan even een paar jaar over. Want anders dan horen we zo direct... dit is het NOS Journaal. Oh ja. Op een gegeven moment heb je die omslag gemaakt. Feest DJ Maarten is geboren. Klopt. Ging dat heel makkelijk? Ging dat zonder slag of stoot? Of had je dat al langer in je kop? Of hoe werkte dat? Nou, eigenlijk is het per ongeluk een beetje zo ontstaan. Want toen ik bij de radio kwam... Ja, mijn liefde voor de radio is nog steeds heel groot. En ik wilde gewoon daar echt mijn beroep van maken. Maar het is zo moeilijk om gewoon fulltime bij de radio te zitten... dat je dat gewoon helemaal voor je werk kan gaan doen...
dacht ik, ja, maar ik wil zo graag. Ik vind het leuk. En toen dacht ik, ja, maar ho, wacht even. Er zijn veel meer cafés dan radiostations. Dus als ik nu me ga richten als discjockey in de kroegen, dan is de kans natuurlijk veel groter dat ik mijn geld kan verdienen met plaatjes draaien, dan dat ik plaatjes wil draaien bij de radio. En toen, volgens mij, heb ik dat aan, ik zit te denken, of ik heb dat aan Raymond Bos te danken, of aan Marco Bakker, die ook 's morgens zat. Bakker met CK, hè? Wordt wakker met Bakker, ja. Ja. Die draaide toen in Zeedoen, in Wijkenzee. En zei, joh Maarten, kan jij een keer voor me draaien? Want die kon niet, of ja. Dus Raymond was dat. Dus ik ging draaien. Ja, en dan ontdek je iets, weet je wel. Dan ga je draaien en op de radio, ja, nu kan je met op Facebook, je kan Twitter in de gaten houden, je kan... Ja, maar toen de tijd was het allemaal niet. Als je nu hashtag Radio Beverwijk volgt, weet je, dan kun je allemaal dingen wat mensen reageren. Ja. Toen wist je, er kwam wel eens een fax of een belletje binnen. Maar je wist nooit van, joh, wat ik doe, doe ik dat goed? En toen was ik aan het draaien in een kroeg. En als je dan een plaatje draait, dan kijk je naar het publiek, denk je, ho, je hebt... Binnen 10 seconden heb je door. Ja, maar dit is helemaal niet de bedoeling. Er zitten mensen niet op te wachten. We moeten gauw omschakelen. Dus dan gauw omschakelen. Ja. En toen kwam ik thuis en dacht ik... Ja, dit is toch wel heel gaaf als je gewoon live draait voor mensen. Je draait muziek en gelijk heb je interactie met het publiek. Maar jij wilde ook zelf op een gegeven moment... Ging je verkleden, je ging Klopt. Hoedjes opzetten. Ja. Even voor de luisteraars. De nieuwste plaat heet straks Sjaan van de Oliebollenkraam. Het is meer verkleed als oliebollenbakker. Dus ik had liever gehad dat je een zak oliebollen had meegenomen. Thuis. Maar of had Sjaan mee moeten nemen. Dat Sjaan, mee. Ja. Ja. Sjaan, leuke Sjaan. Ja, is leuk. Kijk de clip dat ging je doen. Toen kwam ook van, leuk. En toen ging je meezingen met bepaalde... En toen dacht je op een gegeven moment van, ik ga zelf wat doen. Ja, ik wilde wat was de eerste? Ja, ik wilde mensen echt entertainen. Dus ik had een liedje, dus ik merkte al heel gauw, interactie. Toen merkte ik al, ik zal ook een beetje de klok in de gaten houden. Ja, zoveel te vertellen van. Ja, maar we moeten het plaatje ook nog ja. Dus ik, toen dacht ik al van, als jij een liedje draait, je gooit de clown erin. Je doet een hele grote clownmuts op, de herinnering blijft. Dan denk je mensen, het is dan extra leuk, omdat je dan... Dus ik merkte al heel snel van... Als je een liedje draait en je doet er nog een soort act bij... Zit dan komt het nog, in. Dan komt nog meer komt het dan aan. En inderdaad een beetje meezingen. En toen had ik... toen kon ik fulltime inderdaad mijn geld gaan verdienen in de muziek... door discjockey te worden bij de Bonacera in Uitgeest. En ik moest dan een paar dagen achter de bar. In het weekend kon ik dan draaien. En dat vond ik natuurlijk helemaal tof. Toen had ik iemand geboekt... En dat was Jerik, Facebase Jerik. Die had ik geboekt en die kwam daar. Een aparte wereld hoor. Ja, echt. En die komt ook verkleden en gekkigheid. En ik denk, ja, wat hij doet, dat is gewoon fantastisch, weet je wel. Zo moet het. En die kwam naar me toe en hij zag mij ook achter de bar met pruiken en gekkigheid. Hij zegt, Maarten, hij zegt, we gaan een liedje opnemen. En hij zegt, dan ga ik je wegboeken door het hele land. En ik denk, die vent is niet goed, ik ga maar een liedje opnemen. Dat vond ik wel heel leuk. Dus nou, de kroegeigenaar, toen was het nog van Theo Kaandorp gevraagd. Theo, wil een liedje opnemen? En wil jij de studio betalen? Nou, zegt hij, dat is goed. Dan doen we hier de cd-presentatie en dan kunnen we het zo weer een beetje terugverdienen. Wat leuk. Dus wij de studio geboekt. Dus ik met Jerik. Dus het eerste liedje wat ik heb gemaakt was ook met Facebase Jerik. En het was Doe een beetje rustig aan in de kroeg. En het was op de melodie van Doe a Diddy was dat. En, jij zit daar wel te lachen, maar ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ja, ja. Doe een beetje rustig aan. Ja. Want dat doe jij nooit. Dat doen we nooit. Ja, maar en Jerik, als je hem ook opzoekt op YouTube, doe maar. Nou, die is ook altijd verkleed en druk. Dus er stonden twee van die druktemakers stonden daar. Hey, doe een beetje rustig aan in de kroeg te zingen. Maar, dus luister, dat was wel. En achterop het singeltje stond ingedacht voor boekingen met zijn nummer. Twee weken later, Maarten, ik heb een boeking voor je. Moest ik naar Haaksbergen, mijn eerste boeking. 3 uur rijden. Ik dacht, maar ik vond het wel tof. Dus ik kwam daar. En na het weekend dat Jerik erop mij op. Van, nou, dat was helemaal top. Die man die wil je elke laatste zaterdag van de maand hebben. Dus toen had ik gewoon in één keer 12 boekingen. Dus zo is dat begonnen. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment is dat van lokaal eigenlijk wel nationaal geworden. Want Alfred J. Kwak heeft bij jou ook een warm plek in je hart, toch? Ja, klopt. Ik zit te denken of dat nou de tweede single was of de... De tweede single was Zwaai Lekker Mee. Dat was de melodie van YMCA. Dus ik Zwaai Lekker Mee hadden gemaakt. Dat was ook nog met Jerik. En daarna hebben we inderdaad Zo Vrolijk. Ik ben vandaag Zo Vrolijk. Klopt. Zo Vrolijk. Maar dan op zo'n apres-ski-hut tempo. Ja. 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 En mensen deden dat mee. Mensen kwamen dat aanvragen. Mensen die handen in de lucht. En er zat nog een stukje, zat er ook in van de film van Ome Willem. Met deze vuist op, deze vuist. Dus als je dat dan draaide in de kroeg. Ja, mensen gingen dat doen. Dat was echt heel leuk. We gaan even onderbreken. De laatste plaat, die is uit.
uitgekomen. Je maakt elk jaar maak je een kermis, plaat, een kermishit. Ja. Ja. Die van 2018 is nu uit, want het kermisseizoen gaat beginnen. Ja, en we zijn natuurlijk nu bij Radio Beverwijk. Dus misschien is het leuk om te vertellen dat de videoclip is ook opgenomen op het Meerplein in Beverwijk. Bij de oliebollenkraam. Bij de oliebollenkraam. Er stond een oliebollenkraam met Koningsdag. En daar mochten we filmen. Dus dat was fantastisch. Ja, bij Sjaan in de oliebollenkraam. Komt ie. Dat was inderdaad Jean van de Oliebollenkraam. En wat ik nog niet verteld had, het is met medewerking van Ad en John. Ja. Als je hem namelijk instart, hoor je het ook. Kun je nog één keer op het begin? Medewerking van Ad en John? Nee, dat was de grap. Als je namelijk instart, dan hoor je attention. Van attention. Attention. Dat was dan de grap. Maar. Spaans, attentie, attention. Attention. Dit is een project voor Sjaan. 2018. Ja, klopt. Ja. Ideeën blijven bij jou boven borrelen? Ja, ik heb altijd meer ideeën dan tijd om het op te nemen. Dus ik heb echt een hele lijstje altijd in mijn telefoon. En oh, dat ga ik doen, dat ga ik doen, dat ga ik doen. En dan op een gegeven moment heb je gewoon... Ik heb bepaalde periodes. Voor de kermis wil ik altijd een plaat maken. Voor de apres-ski wil ik altijd een plaat maken. En voor de zomer moet er altijd een plaatje mee. En natuurlijk met de carnaval. En als het er zover is, dan pak ik die ideetjes erbij. En dan denk ik, wat vind ik op dit moment het leukst? En soms heb ik ook wel eens, nou, deze vind ik het leukst. En dan maak ik daar een demootje van. En Je bent wel heel veel onderweg ook, hè? Ja, klopt. Maar dat is ja, op zich, mensen zeggen wel eens... Hoeveel optredens doe je nou op jaarbasis, gemiddeld? Ja, ik doe gemiddeld doe ik er 120. En dan zou je zeggen, hé, dat is mooi, weet je wel. Dat is 3 in de week. Maar het is altijd hard rollen of stilstaan. Vorige week had ik er 1. En die week daarvoor had ik er 5. En was het zo, dat kon ik ook niet slapen, weet je wel. Dan had ik stond ik op zondag tot 3 uur stond ik in Ruinerwold... Ja, daar moet ook iemand staan. Ja, er moet ook iemand staan. En toen moest ik de boel afbouwen. Nou, toen reed ik daar om 5 uur weg. Toen was ik om 8 uur was ik thuis. Maar om 9 uur moest ik alweer de kermis in IOSM zijn. Dus dat kon allemaal precies, allemaal net. En dus het is altijd of alles of niks. En in carnaval doe je er dan 8 in 5 dagen. En, maar wel altijd op leuke plekken. Dus dat je af en toe een stukje moet rijden. Dat maakt ook niet uit. Maar de carnavals of de niet carnavals. Kermisplaat. De kermisplaat van 2018 hebben wij gedraaid vandaag. Leuk. En we leuk. Zullen dat vaker gaan doen. Want tof, leuk, dankjewel. Leuk nummer. Sjaan van de Oliebollenkraam. Absoluut. Heel erg bedankt DJ Maarten. Dankjewel dat ik mocht komen.